Hallo kijkers van Treinspotten 23, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik bevind mij in de Intercity naar Rotterdam Centraal. Nou, die neem ik niet tot Rotterdam, neem ik tot Utrecht. Ik heb vandaag een cameraman meegenomen, want zoals jullie zien, het beeld ziet er nu iets anders uit. Maar beide handen heb ik vrij, dus ik kan nu naar jullie zwaaien. Terwijl mijn cameraman de camera heel professioneel en vakkundig vasthoudt. Vandaag wordt weer eens een keertje een treinvlog, want ik heb sinds kort een weekendvrij abonnement en een eerste klas upgrade kaartje erbij, dus ik reis heerlijk luxe in de eerste klas. Wat de vlog vandaag gaat brengen weet ik nog niet precies, dat is zoals altijd weer een grote verrassing. Veel kijkplezier! Op een slakke tempootje ergens voor Woerden. Waarschijnlijk mogen we het station nog niet op. We zitten in de Sprinter, ook wel de bekende Sprinter City, naar Leiden. Die vanaf hier enkel in Bodegraven, Alphen aan de Rijn en Leiden-Lammenschans stopt. In de tijd dat ik voor het laatst met de trein was, reed dit altijd nog met Intercity materieel. Nou, schijnbaar heet het tegenwoordig ook echt een Sprinter en wordt het met Sprintermateriaal gereden. Dus echt een Sprinter City is het niet meer. Na Leiden gaan we dan met de Intercity naar Amsterdam. En vanuit Amsterdam pakken we dan de Berliner naar Hengelo. Zin in. We zijn hier in het prachtige Leiden en we wachten hier nu op de Intercity naar Amsterdam, die met ruime capaciteit zo komt, maar liefst 10 bakken. Het leek even alsof de Intercity Brussel hier ook langs zou komen, maar die verdween ineens weer uit de vertrektijden. Dus dat zal wel een meme zijn geweest. Op naar Amsterdam. Nou, we zijn op Amsterdam Centraal. We hebben net even de lunch gehamsterd bij de Appie To Go. Ik heb een... als je dacht dat je alle snacks van de Appie To Go kende, het kaasbroodje, frikandelbroodje, het kroketbroodje bestaat ook. Ze hebben allemaal nieuwe dingen die er ook hartstikke lekker uitzien. Een Capese broodje. Volgens mij is het gewoon een soort kaasbroodje, maar dan met mozzarella en wat Italiaanse kruiden. En de kip lumpia borek, die heb ik bij de gewone Appie ook al een keer zien liggen. En die schijnt heel erg lekker te zijn, dus die gaan we ook proberen. Nou, we zijn neergestreken in de Intercity Berlijn.
naar Hengelo. Ja, niet naar Hengelo, hij gaat natuurlijk naar Berlijn, maar wij nemen hem tot Hengelo. We zitten in een heerlijk rustige stiltecoupé van de eerste klas, maar ik zit hier alleen met mijn cameraman, dus we hoeven niet stil te zijn. Ik heb een heerlijk blikje decadente San Pellegrino sinaas bij me, heerlijk. En de broodjes van de Appie to go smaakten ook erg goed. We gaan nu een rit van 2 uur met de zeer comfortabele Intercity Berlijn tegemoet. En nou, komt vast ook nog wel een mooie timelapse voor jullie. Dus op naar Hengelo! Nou, we zijn nu op Hilversum. Hier achter mij zie je de Intercity Berlijn verdwijnen. Want we zouden eigenlijk tot Hengelo meegaan. Maar we werden door iemand van de NS vriendelijk, maar toch dringend verzocht de trein hier te verlaten. Omdat de trein volgens hem overvol zat. Nou, de tweede klas zat inderdaad overvol. Maar in die eerste klas was eigenlijk nog plek zat. Dus snapte niet waarom. Maar goed, als het hier wordt opgedragen, dan doe je dat netjes. Dus vanaf hier pakken we zo de Intercity naar Amersfoort. En dan vanaf daar moeten we even kijken hoe we verder gaan. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Nou, we zijn net met de Intercity naar Amersfoort Schothorst zijn we hier aangekomen op Amersfoort Centraal. En we gaan zo meteen met de Valleilijn, de RS34 van Conimex, gaan we naar Ede-Wageningen. Nou, de kippenmobiel heeft ons naar Ede-Wageningen gebracht. Achter mij zie je een prachtige Mercedes Capacitylijn 303 naar Wageningen. Vanaf hier pakken wij zo de Intercity naar Arnhem.
Zo, ik heb mijzelf bij de kiosk op het station van Ede-Wageningen voorzien van levenselixer, latte macchiato. Proost. We zijn op Arnhem Centraal. Naast mij staat de Dinner Train. En wij stappen hier zometeen op de Intercity naar Zutphen. En vanuit Zutphen gaan wij gezellig met de Blauwnet stoptrein naar Hengelo. Stoelbekleding. En hiermee is de rit van 40 minuten naar Hengelo. En in Hengelo stappen we dan over op de Berliner. Die gaan we in de herkomst zien. In Hengelo. Hengelo OOOOO. En we gaan zo meteen met de Berliner naar Amsterdam. Nee, niet naar Amsterdam. Met de Berliner naar Amersfoort. En aangezien de Boordbistro in december weggaat, wou ik daar graag nog een keertje gebruik van maken. Dus ik heb een lekkere appelschorle en een warme schinkenkäsebaguette van de Boordbistro gehaald. Dus dat wordt smikkelen. De rit met de Berliner was hartstikke leuk. De warme schinkenkäsebaguette was erg lekker. En we zitten nu in de Sprinter naar het Harde. Die hartstikke druk is. Zelfs de eerste klas zit vol. Dat is best wel bijzonder. Heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Laat even weten wat jullie vonden van de kwaliteit van de vlog. Want dit is de eerste keer dat ik het met mijn fotocamera film. En de eerste keer dat ik natuurlijk de cameraman erbij heb. Dus ook even laten weten wat je daarvan vindt. Kun je me zo beter zien? Is het beeld zo stabieler? Geluid beter en zo? Laat het allemaal weten. En laat vooral een duimpje achter of een andere leuke reactie. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Doei!